staan op dit moment in Waterrunnen, een prachtig natuurproject in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het project is vernoemd naar een verdronken dorp hier in de regio. En dit natuurgebied, daar komen eigenlijk drie dingen samen. Aan de ene kant is het een project rondom waterveiligheid, maar ook rondom recreatie en natuur. Dit onderdeel van de kust was een zwakke schakel, dus er moest wat gebeuren. Het Zeeuws landschap zag veel mogelijkheden met getijden natuur hier zo. En gezamenlijk zijn we opgetrokken om tot de ontwikkeling van dit gebied te komen. Dit project is een best al langlopend project en dat geeft meteen aan hoe uniek het is. Het is ik zeg wel eens, we zijn hier wel een beetje aan het pionieren. Want het is niet heel erg Nederlands en zeker ook niet Zeeuws om zoutwater het gebied in te laten. En dat doen we als provincie niet alleen. We hebben in al die jaren zij aan zij gewerkt met onze partners. Dat is de gemeente Sluis, dat is het Zeeuws landschap, dat is recreatief ondernemer Molenkaten en dat is het waterschap Scheldestroom. We zijn op dit moment bezig met alle Zeeuwse overheden om voor Zeeland een klimaatadaptatiestrategie op te stellen. En een van de onderdelen is vergroening. De omslag van het gebied van agrarisch naar natuur met getijden natuur heeft direct gevolgen op de biodiversiteit. Want er zijn soorten die dus van zoutminnende planten leven. Ook allerlei micro-organismen wat met getijdenbeweging naar binnen komt. Daar vult het gebied zich mee en daarop gaan ook vogels acteren, zoals bijvoorbeeld kustbroedvogels. In het gebied zijn centrale eilanden aangelegd, waar kustbroedvogels die het door heel Europa moeilijk hebben, en dan praten we over dwergsterren, visdief, strandpapier, grote sterren, die hebben het moeilijk over heel Europa heen, te weinig broedgebied. En door het aanleggen van die eilanden hier, bieden wij die vogels hier zo voldoende ruimte om te broeden. Nou, het mooie van het project Waterdune is dat hier ook heel erg gekeken is hoe kunnen we dit deel van Zeeuws-Vlaanderen economisch, sociaal-economisch een boost geven. En daar voorziet Waterdune ook in. We verwachten hier echt heel veel gasten, toeristen, maar ook voor onze eigen inwoners. Mensen staan nu al te popelen om het gebied in te gaan, wat helaas nog niet kan dus. Maar we verwachten hier echt, als het gaat om horeca, om recreatie, een hele mooie impuls. Iedereen wil op zijn vakantie toch ook wel een soort de inspiratie halen uit die natuur. Ervan genieten. Misschien vanaf een afstandje of misschien heel dichtbij komen en iets nieuws ontdekken. En we willen eigenlijk het ontwerp van de woningen laten aansluiten bij de plek waar ze voorkomen. En de type natuur die daar voorkomt. Bijvoorbeeld de slik- en schorwoningen. Die staan eigenlijk aan het getijde waar de eb en vloed plaatsvindt. Daar zie je ook dat we proberen om met die woning om iets eigenlijk over de rand van het getijde heen te hangen, om contact te maken met het water. Het gebied is nog net niet toegankelijk voor onze inwoners en onze gasten. We zijn heel hard aan het werk om dat zo snel mogelijk te doen. We hopen dat dat in het najaar van dit kalenderjaar 2021 gaat gebeuren. We willen het openstellen op het moment dat het ook echt veilig is voor het publiek om naar binnen te gaan en het ook echt kan. En daar zijn we de laatste hand aan het leggen.